Ook in de Surinaamse opvoeding is er sprake van verbale en non-verbale communicatie naar het kind toe. Het belangrijkste non-verbale wat wij in de opvoeding gebruiken is het grote oog. Het grote oog, oftewel de pirai. Jij bent op een feestje met jouw kinderen. Jouw kinderen lullen. Maar jij wil niet direct de fonfon toepassen. Dan stap jij over op non-verbale communicatie. Heel populair hierbij is het grote oog, oftewel de pirai. Op deze manier. Het kind dat de pirai ontvangt, weet dat de fonfon alsnog gaat komen. En voor de bounty. In Suriname wordt het grote oog niet open gedaan. Het grote oog wordt gepierd. Zoals eerder genoemd, er is sprake van non-verbale communicatie en verbale communicatie. In verbale communicatie werken wij in de opvoeding in Suriname met hele korte, krachtige woorden. Het belangrijkste woord is het woordje wat. Het kind kan dus te maken krijgen met een vragende wat. Wat? Met een verbaasde wat. Wat? Of met een hele boze wat. Wat? En afhankelijk van de boosheid bepaalt mama de wattage. Er zijn vanuit de Surinaamse legerleiding ook een aantal verplichtingen opgelegd in de opvoeding.